Goedemorgen. Goedemorgen. Dag, Simone. Laurens, aangenaam. Mooie plek uitgezocht. Heerlijk hier. Lekker bij de zon, de zee, vlakbij Den Haag. Dus een goede plek om de zomer volgens mij te beginnen. Zullen we maar even gaan lopen? Laten we wel doen. Ja. Laurens Dassen, 35 jaar oud en aan het roer van een partij in opbouw. Een partij waar de meeste mensen tot begin van dit jaar nog nooit van hadden gehoord. We zijn zelf met Volt al 3 jaar bezig. Dus voor ons is het iets wat al heel lang op de voorgrond heeft gestaan. Maar voor veel andere mensen, ja, die kwamen inderdaad in januari, eind januari, begin februari eigenlijk pas achter van ja, wat is Volt? En doen ze mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ze vallen op als partij met een uitgesproken pro-Europese boodschap. Ontstaan aan de Brexit en één die in verschillende EU-landen actief is. Maar toch is het Dassen die de primeur heeft. We mogen ontzettend trots zijn natuurlijk op het harde werk van alle vrijwilligers die de afgelopen maanden naar dit punt hebben toegewerkt. Nederland is het eerste land waar Volt weet door te dringen tot het nationale parlement. De dag na de verkiezingen gingen we met elkaar meteen naar de Tweede Kamer en begon het. En zat ik met alle andere lijsttrekkers in de vergadering. Dat was natuurlijk ook even schakelen en apart. Hoi. Hey, we hebben elkaar nog niet eerder gezien volgens mij. Ah, ja. Nee, wat goed je te zien. Maar ja, voor televisie heb ik je natuurlijk permanent voorbij zien komen. Ik had toen zeker even een moment, ook toen dat bezig was, zo'n besef van wauw. Dit is echt bijzonder dat we door het harde werk van de afgelopen jaren, dat we hier nu met elkaar zitten. En dat Volt hier dus onderdeel uitmaakt van het parlement. En tegelijkertijd ja, was het 's avonds ook terug in Lucky TV. Dus was dat ook weer even nieuw om dat mee te maken. Zo, mevrouw Kaag. Gefeliciteerd met een mooie uitslag. Ja, dank u wel. Mag ik een koffie alstublieft met suiker? Na zo'n druk politiek jaar, wat zijn de plannen voor de zomer? Samen met mijn vriendin gaan we eind augustus ook verhuizen naar Den Haag. Zij werkt ook in Den Haag, dus we gaan van Amsterdam hier naartoe. Heel veel zin in, ook spannend, weer een nieuwe stad. Maar goed, ja, dan zullen we hier toch vaker ook op het strand zijn. En wat we ook in de zomer willen gaan doen, wat ik heel erg spannend vind, ook heel erg leuk, is we gaan kitesurfen. Dus daar gaan we een cursus voor volgen. Dus ik hoop dat over een jaar dat ik hier ook af en toe met een grote vlieger te vinden ben. Een vlieger dan misschien Volt? Wat zijn jullie dat kleuren? Dat is op zich wel een paarse grote vlieger. Europa is niet het doel op zich, maar wel het middel om samen aan oplossingen te werken. Zo zeggen ze zelf. Een knap lastige boodschap in een tijd waarin juist de eenheid van de Europese Unie onder grote druk lijkt te staan. Des te meer de reden dat het Volt-geluid aanslaat en dat wij met Volt hier aan de slag gaan. Zeker, we zien ook de problemen die we bij de Europese Unie hebben. Hè. We hebben de afgelopen weken hebben natuurlijk weer Hongarije in het nieuws zien komen met een waardeloze wet. Die eigenlijk ingaat tegen alles waar we voor staan. En dat betekent juist dat dat geluid nog krachtiger moet klinken om te zorgen dat we de andere kant met elkaar opgaan. Toch is ook bij het uitbreken van de coronacrisis de samenwerking ver te zoeken. Het was in de nationale reflex weer. En daarin nou ja, ben ik blij dat de Europese Unie zich daarna enigszins herpakt heeft. Maar we moeten nu ook zorgen dat we richting de toekomst, dat we daar duidelijke plannen met elkaar voor hebben. Maar je zou ook kunnen zeggen, kijk naar de Britten, die hebben nadrukkelijk voor zichzelf gekozen. Die zijn wel een stuk verder nu ook met vaccineren. De Britten zijn verder met vaccineren, daar zijn bepaalde redenen voor. Maar Europa op dit moment haalt de Britten ook voor een groot gedeelte in. Ik geloof er heel erg in dat we samen sterker staan, ook op het gebied van toekomstige pandemieën. Ja, alleen moeten we dat wel goed met elkaar organiseren en dat is wat er mis is hier. Hij groeit op in een klein dorpje in Brabant, studeert bedrijfskunde en gaat daarna voor een grote bank werken. Totdat hij 3 jaar geleden die goede baan ineens opzegt voor een onzeker politiek avontuur. Een paar jaar geleden begon bij mij steeds meer de zorg te leven dat door Brexit en de opkomst van de AfD, Marine Le Pen, maar ook FVD hier in Nederland, dat ik dacht van oké, dit staat zo ver af van het beeld wat ik heb van hoe je samen naar de toekomst moet gaan. Kijk, volgens mij leren we allemaal als kind dat als je samenwerkt, dat je veel meer kunt bereiken dan wanneer je je afzet tegen anderen. En dat was wel een wereld waar we steeds meer naartoe gingen. Dus dat was voor mij ook een moment dat ik dacht, ja Lars, als je je echt druk over maakt, dan moet je ook politiek actief worden. En samen gaan we ervoor zorgen dat we de Tweede Kamer inkomen. Ondanks zijn Europese idealen voelt hij zich vooral een echte Brabander. Maar waar hij politiek thuis hoort, was nog wel even zoeken. Wie wees je op Volt? Mijn vader.
Dus ik kreeg een appje toen ik thuis kwam met het artikel waarover Volt geschreven werd. Met heel kort, Lau, nieuwe Europese partij, bezig met oprichting, interessant. Waarop ik reageerde, toen ik het artikel had gelezen, fantastisch. Ik heb me aangemeld op naar de Europese verkiezingen. En toen kreeg ik terug van mijn vader, ik ook. Inmiddels een beetje de weg hier? Inmiddels ken ik aardig de weg. Maar goed, het gaat natuurlijk een lange tijd dicht. Want ik geloof dat er nog veel meer weggetjes zijn die je kunt ontdekken daar. Maar dat is voor over 6 jaar. Ja, maar deze weet je niet wat te vinden. Maar deze gaan we nu in ieder geval proberen. Laten we het hopen. Het is natuurlijk de eerste keer dat je daar uitloopt naar de verkenners. De Eerste Kamer. Ja, het ministerie van Algemene Zaken. Is dat iets voor jullie, meeregeren? Op de lange termijn zouden we dat natuurlijk graag willen, maar op dit moment niet. Voor ons is nu zorgen dat we een constructieve oppositie kunnen gaan voeren, dat we het Voltgeluid goed in de Kamer neer gaan zetten. En er zijn nu andere partijen die met elkaar gaan regeren. Daar zijn ze volgens mij ook druk mee bezig. Dus voor ons in de toekomst.